al dat luxe waar we over nadenken, over artiesten die dan misschien in een luxe hotel kunnen slapen of op een taxi krijgen, dat is niet liefdevol vanuit je label. Dat wordt liefgebracht, maar dat is gewoon allemaal jouw lening. Ik had dus mijn eerste EP gemaakt, de Bits of Naas EP. En die had ik in mijn slaapkamer gemaakt. En die had ik achteraf dan afgeproduceerd met mensen. Maar er zaten niet heel veel meningen op. Het was eigenlijk gewoon ik die dat leuk vond en dat maakte. Maar het moment dat die muziek werd uitgebracht, werd er ineens aan mij gevraagd welke kant ik op wilde. Of ik dan meer die soort alt kant op wilde, wat ook op die EP zat, of meer die poppy kant op wilde. Maar het werd eigenlijk al voor mij besloten. Al door hoe ik eigenlijk gebrand werd in interviews, ook een beetje door mijn leeftijd. Van, nou, het is gewoon een popmeisje. En wij gaan haar in hetzelfde reeks zetten als deze artiesten die miljoenen budget hebben. En die gaan we dan vergelijken met dit meisje die een paar duizend euro heeft in totaal. En bepaalde verwachtingen worden dan op je gezet. En je wordt puur gezien als een soort money machine, zeg maar. En tegelijkertijd wordt ook tegengesproken alsof je gewoon een dom klein kind bent die niet weet hoe geld werkt. Which is true, want je weet echt niet hoe geld werkt. En dan wordt constant gedaan alsof iedereen voor het goede doel met jou aan het werk is. Van ja, we zijn je toch allemaal aan het helpen. Je moet dankbaar zijn dat jij nu hier bent. Zonder ons was je hier niet geweest. Mm-hmm. En je hele soort idee van wat jij hebt gecreëerd en dat jij dat kan, wordt je afgenomen en je krijgt het gevoel dat alles alleen nog maar met andere mensen kan. Want zodra er een andere persoon bij je komt, dan krijgen ze ook weer een stukje van de taart. Dus heel je soort van independency, dat telt niet meer. Want hoe meer onafhankelijk je bent, hoe minder mensen kunnen meeeten van jouw taart. Dus mensen moeten gewoon het gevoel krijgen, je moet met zoveel mogelijk producers werken. Je kan echt niet zelf regisseren. Er moet echt een heel groot team zijn om een videoclip te maken. Alles moet met zoveel mogelijk en met zoveel mogelijk geld. Want hoe meer geld je label uitgeeft, hoe langer je ook bij je label moet blijven. Want dan verdien je geld gewoon niet terug. En al dat luxe waar we over nadenken, over artiesten die dan misschien in een luxe hotel kunnen slapen of op een taxi krijgen, dat is niet liefdevol vanuit je label. Dat wordt liefgebracht, maar dat is gewoon allemaal jouw lening. En allemaal jonge artiesten die dealen hiermee. Ik zei het aan het begin, je hebt je hele team ontslagen. Je bent nu helemaal volledig onafhankelijk. Je bent een independent artist. Dat betekent dat je dat album zelf hebt uitgebracht. Dat betekent dat je die zaal van Carré, zaaltje van Carré zelf hebt geboekt. De tournee die je nu hebt binnen Europa ook zelf hebt geregeld. Ik kan me ook voorstellen dat aan de andere kant van het spectrum ook weer belemmerend is. Dat je ook zoveel aan die zakelijke kant nu moet denken. Ja, dat zou zo lijken. Maar zakelijke kant kan ook een fantastische motivatie zijn. Als ik weet wat ik allemaal heb gedaan om hier te komen, dan zit ik hier ook met een bepaalde trots, waardoor ik ook durf te spreken en het gevoel heb dat ik niet aan het bullshitten ben. Wat ik heel erg heb gemerkt is, ik heb in mijn vorige carrière 0.0 handen op het financiële aspect gehad. En het werd ook altijd geplaatst op je bent te jong en je focus moet gewoon op creatief zijn. Dat betekent gewoon dat je gewoon geen idee hebt. Je staat op een set van een van je eerste clips voor Words of zo. En dan, bijvoorbeeld, je weet gewoon niet hoeveel duizenden euro's, hoe die cameraman, hoe die betaald is. Je weet niet. En dan is het ook zo, dus als iemand dan heel kut tegen mij doet, en dan denk jij in je hoofd, omdat iedereen dat tegen je zegt, dat alles heel erg low budget is. Zeg ze dan, ja, maar het is low budget. Dus als dan de cameraman heel rude tegen mij doet, dan denk ik, ja, maar het is low budget. Ik betaal hem niet genoeg om voor mezelf op te komen, bijvoorbeeld. Nou, en dit is echt een excuus wat dan opgebracht wordt. Dat alsof mensen doen dan heel erg van, jij betaalt niet genoeg voor mij om jou te respecteren, eigenlijk. Maar zodra je weet wat je wel teruggeeft en wat je zelf verdient om iets aan iemand te geven, dan besef je ook hoeveel dat eigenlijk wel voor jou is om te kunnen geven. En dan creëer je een bepaalde houding ook in jezelf, waardoor die andere persoon jou ook weer anders behandelt. Mm-hmm. En wat ik heel erg heb gemerkt is, muziekindustrie is gewoon super hard werken. Het is de hele tijd je zo openstellen en het is ook constant kritiek ontvangen. Of het nou positieve of negatieve kritiek is, je krijgt heel veel feedback en dat is gewoon vaag. Dat klopt niet. Mensen hebben, je hebt af en toe, je hebt een relatie en dan eens in de twee maanden praat je even over, hey, ik vind het echt niet zo leuk als jij die parfum draagt. En dan denk je, maar ik hou van die parfum. En dat is de feedback die je krijgt. En dan koop je een ander parfum en that's it. Niet dat je op internet gaat en een artikel over jezelf leest en snap je, dit klopt niet. Dit is niet natuurlijk. Mm-hmm. Maar
om heel eerlijk te zijn, als je weet dat je je huur kan betalen, dan boeit het iets minder wat iemand over je schrijft. Snap je wat ik bedoel? Dus nou ja, mijn ding is van, vroeger werkte ik gewoon absurd veel. Ik had non-stop shows, ik had non-stop studio sessies. En I didn't know what I was doing. Nu, als ik een studio sessie heb, weet ik, ik heb €50 denk ik betaald van deze producer, oké? Okay? Als deze track uitkomt, ga ik deze producer geld moeten betalen. Ik ga deze producer ook percentage moeten geven. Ik ga het moeten laten mixen, dat gaat ook een paar honderd euro kosten. Ik ga het moeten laten masteren, dat gaat ook een paar honderd euro kosten. De tijd over al deze periode heen, omdat ik ze niet superveel kan betalen, gaat langer zijn dan normaal, omdat ze mij niet tot prioriteit zien, omdat ik ze niet de jackpot kan betalen. Dus ik moet heel hard werken vandaag, want anders gaat het niet op tijd afkomen. En dan zit je in de studiosessie en heb je goed geslapen, heb je goed gegeten, wat je denkt, time is money, it's true. En dan zet ik die creativiteitsknop aan, want het mag, want ik heb alles gefixt. En dan mag het. En dan, als de track in is, en het is gewoon een goede track, dan weet ik ook, we zitten goed, jongens. Ja. Tot en met minstens een half jaar zit ik nu goed. En dit is wat ik van heb mij. Dit is wat en ik wilde. Dit is van mij en ik wilde dit. Nou, en hetzelfde met een show bijvoorbeeld. Kijk, af en toe sta je als artiest gewoon voor een publiek die jou niet zo leuk vindt. Dat is gewoon normaal. Dat gebeurt. Je zit bij een festival en soms dan voelen ze je gewoon niet. Ja. Kijk, als je daar staat en er komt maar 10 mensen en het is een zaal van 1000... En je vergeet dat je betaald wordt, dan denk je dat je een failure bent. Als je bedenkt, ik ben geboekt hiervoor, dan besef je dat je waardig bent. Dus die hele afhankelijkheid van wat andere mensen van jou vinden gaat weg omdat je zakelijk gezien je waarde kent. Waardoor je ook uit respect naar de boeker nog steeds, en naar de 10 mensen in het publiek natuurlijk, nog steeds 100% je best gaat doen wat je bedenkt je. Alsnog heeft iemand gevochten om ervoor te zorgen dat ik hier vandaag sta. Ja. In plaats van, er zijn met 10 mensen gekomen, dus 990 mensen vinden me hartstikke kut. Nee, dat heb je dan niet meer.